Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zal voortaan de gronduitgiften publiceren. Dit is onderdeel van de nieuwe beleidsinzichten. Door de publicatie is het beter om de domeingronden bij te houden. Minister Nota Forsweek gaat in samenwerking met haar collega-minister Riyad Noormohamed werken aan ontsluiting van de gebieden. Dus momenteel wat wij doen, dat er een samenwerking is met mijn collega van OW, is dat de uitgegeven gronden vanaf 2005 we allemaal in kaart hebben gebracht. Wat ontsloten is en wat niet ontsloten is. Vanaf 2005 zijn 90% van de uitgegeven gronden niet ontsloten. Dus de projecten. Dus wat we nu gaan doen is dat we samen met hem gaan kijken hoe we dat dit gezamenlijk kunnen oplossen. Om tenminste desnoods de wegen te maken dat de mensen hun gronden kunnen bereiken. Dus ik ben nu in speaking terms met mijn collega van OWI om in te komen met materiaal om ons te helpen de wegen te maken en dus de infra's aan te leggen. In het STVS actualiteitenprogramma Achter het Nieuws is het DNA-lid Ashish Kumar Gayadin ingegaan op transparant beleid van gronduitgifte. Hij zal zich vaker laten horen, zolang dat niet het geval is in Suriname. Aan de samenleving is transparantie beloofd en daarvoor zal Gayadin blijven strijden. Een van de zaken is te zorgen voor transparantie. En dat is dat alles wat uitgegeven wordt, dient gepubliceerd te worden. En we zien geen enkel publicatie. Ik bedoel, de vorige regering heeft het niet gedaan. Ik heb geroepen, ik heb geschreeuwd, weet je, aan Okong. Maar nu zijn wij aan de. En wij hebben die samenleving transparantie beloofd. Dus ik heb de president geschreven dat we die samenleving beloofd hebben. En ik vraag al een paar keren in het parlement en dat komt niet. Dus. Ik ga erop waken. Anders ben ik dan genoodzaakt dat er in strijd met de wet gehandeld wordt. Als er een rechtszaak aangespannen moet worden door burgers, zal ik het doen. Dan gaat hij gewoon naar de rechter. Ja, ik heb ooit eens ook als tegen de valutawet rechtszaak aangespannen. Ja, toch? Dus voor mij geen probleem. Ik bedoel, het maakt niet uit. Ik bedoel, regels zijn regels. We moeten ons eraan houden. Het is één. Ten tweede is het zo dat ook in de wet is opgenomen dat wanneer gronden vrijkomen, toch, dat die ook gepubliceerd moeten worden. Ik heb zoveel gevallen nu inmiddels die informaties die binnenkomen, waar bij in de wilde weg gronden worden uitgegeven, zelf parlementariërs enzovoorts, dus die binnen een fractie van een paar weken vragen en gronden krijgen, dat kan niet. Dat is niet wat we die samenleving beloofd hebben. En u weet, bij mij gaat het niet om, al is het mijn eigen coalitie, al is het mijn eigen partijgenoot. Dit hebben we die samenleving niet beloofd en dat gaan we niet toelaten. Het ministerie van GBB heeft nagelaten om de uitreiking van de beschikkingen te publiceren. Maar dat zal in de komende periode wel consequent plaatsvinden. Samen met een speciaal team gaat minister Forsweek gebieden identificeren die uitgegeven kunnen worden. Het ligt in de bedoeling om voor de online aanvragen zoveel als mogelijk gronden in een ontsloten gebied toe te wijzen. En wat ik gepland heb om bij elke uitreiking dus deze mensen ook mee te nemen. Onze eerste pilot, om het zo te zeggen, was in Komwe. Daar hebben we 500 zoveel van degenen die online hebben geregistreerd. Straks gaan we dan uitreiking hebben in bijvoorbeeld, laten we maar noemen, kop corona. Dan gaan we dan ook kijken hoeveel mensen zich hebben geregistreerd voor een perceel in corona, om ze dan ook mee te nemen. Wat ik samen met het team GBB, zal ik zeggen, de afgelopen periode hebben gedaan, is om alvast per district een beetje globaal te identificeren waar de vrije plekken zijn, om deze mensen dan nadat geen OWLVV onderzoek heeft gedaan, naar bodemgesteldheid, als we het kunnen maken tot een bebouwingproject of een landbouwproject of een tuinbouwproject, dan gaan dan deze mensen dan worden ingezet in deze verschillende districten. Dus momenteel hebben we al sommige plekken geïdentificeerd om de mensen die online hebben geregistreerd dan toch op te brengen.